Als je een product wilt laten zien, of hoe je bedrijf in elkaar zit, of wat dan ook, maak je al gauw gebruik van een presentatie. Die kun je ook online maken, met het voordeel dat je deze dan overal kunt bereiken. Dat kan bijvoorbeeld met slides. In de eerste auto hebben we naar de basis gekeken en in deze tweede komt de content aan bod. Als je inlogt, kom je bij je profielpagina, waar je de gemaakte decks vindt. Je kunt hier de titel aanpassen. En eventueel een beschrijving toevoegen. Je presentatie wordt automatisch opgeslagen. Via het penseel kun je verder gaan met bewerken. Je komt bij de eerste slide. Ik heb ook al een tweede dia gemaakt, maar als je een nieuwe dia wilt tussenvoegen, dan doe je dat via een plus. Zo ga je naar de volgende bestaande dia. Ik heb hier al een titel en ondertitel ingevuld. Je kunt hier natuurlijk ook teksten toevoegen. Afbeeldingen die je wilt gebruiken, moet je eerst uploaden. Maar eerst maak ik een nieuwe dia. Ook hier kies je weer het type. Door hier te klikken, kun je eigen afbeeldingen uploaden. Ik selecteer er een aantal vanaf mijn eigen PC. En open deze. Alle afbeeldingen zijn geüpload. Je kunt ook nog zoeken naar afbeeldingen en video's met Unsplash en Giphy. Deze mag je zonder licentie gebruiken. Verstandig is om hier in het Engels te zoeken. Je klikt op de afbeelding die je wilt gebruiken. Als je toch een andere wilt, klik je hier op Replace en selecteer je de gewenste foto. Met de balk links kun je bewerkingen op de foto uitvoeren, bijvoorbeeld bijsnijden. Sla hier de wijzigingen op. Als je naast het geselecteerde item klikt, krijg je de standaard balk weer te zien. Op een nieuwe dia voeg ik een video toe. Ook deze moet je eerst uploaden. Links kun je opties aangeven zoals autoplay en loop. Op een nieuwe dia voeg ik nog een aantal elementen toe. Zo voeg je een shape in. Je kunt deze uiteraard verplaatsen, maar je moet wel binnen het kader blijven. Als je dat niet doet, zie je dat de stippenlijn rood wordt en er verschijnt een waarschuwing. Je kunt bijvoorbeeld de kleur aanpassen en een andere vorm kiezen. Je voegt zo lijnen toe die je ook weer kunt opmaken. Als je kiest voor iframe, kun je een website toevoegen. Linksboven voeg je de URL in, die je het beste kunt plakken. Overigens kun je niet van elke website de inhoud laten zien, omdat deze dat niet toestaat. Nadat je de URL hebt ingevuld, zie je de inhoud. Tot zover deze tweede hoor over slides. In de laatste kijken we onder andere naar overgangen.